Nou, conclusie. Roderick zijn, zijn functiegesprek is niet doorgegaan. Goedemorgen, mijn naam is Karen Stamme van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stamme van der Werf. Het is vandaag alweer maandag, de eerste maandag van de maand. Jullie horen het goed. 3 augustus 2020. Wat ik vandaag allemaal ga doen, ik weet het niet. Dat laat ik lekker aan de dag over. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier vandaag. En toen was de wereld weer nat, nat, nat. Ja, het regent. En het onweert af en toe lekker. Heerlijk. Ik mag niet klagen, ik vind het helemaal best. Het is helemaal goed. Alleen nog een beetje pijn in mijn rug. Dan moet ik niet zo twee dames hebben die alleen maar gaan trekken. Nou, Roderick heeft dus nu een... Ja, Roderick heeft dus nu een functiegesprek. En ik hoop dat het hem goed afgaat, hoop ik eigenlijk toch wel. Dus we gaan het horen straks. Nou, conclusie. Roderick zijn, zijn functiegesprek is niet doorgegaan. Dat gaat vrijdag dus niet door. Maar ja, ik had dus een hele planning gemaakt. Had ik ook gisteren tegen Ro gezegd in de auto. Daar was hij het mee eens. Dus nu wordt de hele planning dus omgegooid. Dus ik zeg van hoe het ook zou kunnen gebeuren als Ro dus daar dus klaar is. Want ik weet gewoon hoe Ro is. Hij kan heel erg langzaam zijn, dus dat zeg ik. Meneer hangt gelijk op. Omdat ik dus zeg van joh, hè, zo zou het kunnen gebeuren. Maar ja, dat wil dus hij niet horen. Helaas. En ik heb nog steeds pijn in mijn onderrug. Dus nou loop ik even naar Ro toe. Even kijken wat hij te zeggen heeft. Want meneer neemt gewoon dus nou niet op. Gewoon niet. Dus ja. We gaan het meemaken. En ik ben gewoon buiten adem. Schiet niet echt op, hè, met pijn. Nee. Nou, staat dus nu in de lift. En de lift is nat. Nou, dat is gewoon rood, dat weet ik. En hij woont op 5 hoog. Ja, en nou is even gaan praten waarom hij nou ophing. Dan is hij weer moe en dan luistert het weer niet. Ik heb ook pijn en ik ben ongesteld. Dus dat is even iets erger en dan moe zijn hoor. Nee hoor, grapje. Iedereen is moe. Oké, Roderick en ik gaan dus een challenge aan. Maar dan moet je wel wachten dat je ziet en dat deze lift dus weggaat. Want anders is dat niet eerlijk. Geduld, 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 geduld. Wachten. Want je hoort, want je ziet het wel. 3, 2, 1. Ja. Waarschijnlijk... Ja, maar ik red dat nou niet. En met mijn rug. Zo snel. Even de trap af. Dus hij is sowieso eerder, want hij gaat sneller. Ja, kiekeboe. En je hebt straks alweer een pen hoor. Ja, ook goed.
stoppen. Ja, nou. En? Is dat echt nodig, een vulpen nu? Nee, dat bedoel ik. Hé, hey, ja hoor. Waar zitten we weer in? Zoals gewoonlijk in de auto. Vinden we leuk. Nee, we gaan even naar Rotterdam. En eigenlijk is het vanaf 5 augustus. Nou, dat is het nog niet. Is het in Rotterdam, zoals de Zuidplein, verplicht om een mondkapje te dragen. Maar ja, wie zal Karin zijn die dus nu alvast een mondkapje heeft gekocht? Yes. En een mooie blauwe. Een hele mooie blauwe, want blauw, dat is mijn lievelingskleur. En dat is ook roze zijn lievelingskleur, maar ik zal het eens even passen. Volgens mij moet die, ja zo. Maar je kan beter ademen. En dat deze moet dit andersom doen? Weet ik niet, ik zal het eens even proberen. Oh. Je moet eens naar beneden. Geen idee. Deze kun je uitwassen, dat is handig. Hè? Deze kun je uitwassen? Ja. Oké. Okay. Handig. Geen idee hoe het moet, maar ik kan hier wel beter door ademhalen en dan die andere maskertjes. Okay. Dit is beter. Dat is ook lekker. Jawel, hè? Niet zo strak. Ja. Ik zou niet even de bank willen komen, denk je dat je gaat overvallen. Ja, ja. Precies. Nee, maar dit is niet zo echt heel erg warm of zo, moet ik zeggen. Nee. Wil je het eens proberen? Moet ik even uitpakken voor jou? Ja, dat is goed. En nou lach ik, maar dat zien jullie lekker niet. Kijk, nu lekker wel. Oké, wat gaat er fout? Dat is handig dit. Dat is leuk. Ja, voor als achter niet. Nee, precies. Handig toch? Ik vind het wel niet. Nee, ik ook niet. Maar ja, kijk. Dat is handig. U krijgt de groeten even van mijn oom. Al kent u hem niet, maar dat moest ik doen. Scheelt weer. Scheelt weer. Rijden. Nou, rijden jongens, kom op. Ja, lekker. Zo, rustig lief. Zo. Ik denk niet helemaal naar Bevitten. Nee. Ik denk nog een jaar bij Rotterdam. Even geduld hoor. Je krijgt de groeten even van mijn oom. Helemaal. Ja, ik moest dat zeggen van mijn oom. Ik moest iedereen en de groeten doen, dus dan ga ik dat doen, toch ook? Je krijgt het groeten van mijn oom! Dankjewel, wordt het hoor. Je moet die gezichten zien. Dat is leuk, ik ga van de andere kant op filmen. Je krijgt de groeten van mijn oom! Van niet? Niet. U krijgt de groeten van mijn oom! Dank u! Ik zal het zeggen tegen hem. Wat is er? Wil je ook de groeten van jouw oom krijgen? Ja, dat is hilarisch. Wil je nou ook de groeten van de oom van elkaar krijgen? Laat even een reactie achter. Geen. Groeten van haar oom. Ja, lekker. Je krijgt de groeten van mijn oom. Opletten. Jullie krijgen de groeten van mijn oom. Jullie krijgen de groeten van mijn oom. Ja. Groeten van haar oom. Allemaal. Jullie krijgen de groeten van mijn oom. Ja. Waar ben ik eigenlijk hier vredesnaam mee bezig? Maar oké. Je hebt daar groeten te doen. Ja. Iedereen die ik tegenkom, moest ik de groeten doen. Nou, ga ik dat doen. Westzeedijk, 550. Nou, dat is mooi. Nu niet, dan niet, nooit niet. Nou, komen we hier ook nog mensen tegen? Geen idee. U
krijgt de groeten van mijn oom. Je krijgt de groeten van mijn oom. Wilt u ze niet? Nee. Jammer. Eet smakelijk. Het is leuk. U krijgt de groeten van mijn oom. Wilt u ze niet ook groeten? Ja, u ja. Ja, u. Ook al kent u mijn oom niet, maar ik moest aan iedereen die ik tegenkwam en de groeten doen. Oké, doe ik. Oh, ik? Ja, u. Ga het roepen allemaal doen. Ja, maar goed dan, dan kan het roepen dan. U kent ome Koen niet? Nou, dat is de man waar u nu de groeten van krijgt. Het is wel lekker afgekeurd. Nee. Zo, lekker nog even door rood rijden hier. Handig. Het is toch hier een controle, dus dat scheelt. Ah, deze meneer krijgt ook zo meteen de groeten. U krijgt de groeten van mijn oom. Ik kan gelijk hier naartoe, hè? Een hele goede dag. Ik krijg een dubbel cheeseburger XXL zonder augurken. En zonder groenten gewoon. En zonder sla, niks erop. Alleen... enkel saus. Dubbel cheeseburger XXL. Ja. Zonder groentes. Ja, zonder augurken. Ja. Anders of iets? Nee, verder niet. Dus 27. Dan rijden we al lastig. Oké, dankjewel. Oké, top. Hoe zei je dat nou? Nou, dat is goed voor je dieet. Hè? Als je dus bij de King bent bijvoorbeeld. Ja. En je wil een burger. Maar dat kan niet. Dat is een dingetje. Voor. Dus dat kan je niet opeten. Dus dat is goed voor je dieet. Wees. Dankjewel. Dank je. Top. Zo, die gaat lekker even bij jouw jas achter. Waar zullen we naartoe gaan? Naar deze, naar die of naar die. Ja, we gaan hier naartoe. Ja. Zegt u mij. Goedenavond, een Big Mac met bacon, zonder groente graag. Zonder groente, dus alle ui, augurk en sla mag graag. Ja, klopt. Oké, en alleen het broodje of een menu? Alleen het broodje. Ja, verder nog iets? Nee, dankjewel. Wordt het 94, mag u doorrijden. Dankjewel. Alsjeblieft. Sla, ui, ja. Gelukkig mag eraf. Nee, doe het er niet eens op. Ja, maar dat kennen ze niet hier. Ze reed het lekker zelf. Dankjewel. Dank je. Dik mat. En nu hebben we dus ook bij de Burger King een burger gehaald. En die hebben wij dus benoemd en naar de Big Mama. Nu gaan wij dus lekker proeven van wat is het lekkerst. Dus ik ben benieuwd. Gewoon uit je handen trekken. Wel een hele goede avond allemaal. Ja,
Het is een tijd van een vlog openen, maar het is ook weer een tijd van een vlog afsluiten. Nou, die tijd is dus nu weer gekomen. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hieronder. En als je niks wil missen, dan zou ik even een belletje aandoen. Want dan blijf je van alles op de hoogte. En als je dan toch nog bezig bent, gooi gelijk even die blauwe duim omhoog. Want dat vind ik onwijs leuk. En laat even nog een leuke reactie achter. Want dat zou ik onwijs leuk vinden. En je krijgt geheid een leuke reactie van mij terug. En jullie krijgen ook nog de groetjes van mijn moeder. En ik zou zeggen, dank jullie wel. En tot morgen bij een gloedje nieuwe vlog. Doei! Doei doei!